Op de markt in Eeklo zijn er nu 44 parkeerplaatsen, maar na de zomer van 2023 mogen hier geen auto's meer staan, want de markt wordt vanaf dan autovrij. De Economische Raad van Eeklo, een organisatie die opkomt voor de ondernemers, trekt daarom aan de alarmbel. Ze willen dat er eerst in het centrum parkeerplaatsen bijkomen, alvorens ze de markt gaan vernieuwen. Er komt wel een ondergrondse parking ter hoogte van de Paterskerk, als deel van een nieuwbouwproject, maar daar zullen onze klanten niks mee zijn, klinkt het. De parking die werd aangekondigd vorige week nog, ja, die zal in het nieuwe project wel aanwezig zijn, maar zal enkel dienstig zijn voor de bewoners en de eventuele handelaars die zich daar zullen vestigen. Die parking zal voor alle duidelijkheid niet ten behoeve staan van de winkelende klant in Eeklo. Dat klopt niet. Natuurlijk, het project moet nog worden ingediend, maar we zullen in onderhandeling gaan met de projectontwikkelaar om te zien wat er mogelijk is. Collega Schepen-Plating is daar volop mee bezig om in onderhandelingen met de projectontwikkelaar zelf de ondergrondse parkingen te gaan bekijken en wat er mogelijk is om daar als openbare parking te kunnen weerhouden. Op die ondergrondse parking is het wel nog even wachten, wellicht tot in 2024. Maar volgens burgemeester Van de Velde voorziet de stad een waardig alternatief op enkele honderden meters van de markt. In de parkeersite van de Rijkswacht, waar de vroegere Rijkswachtsite was, organiseren wij 60 parkeerplaatsen waar de blauwe kaart van toepassing zal zijn. Dus ze zal niet echt moeten betaald worden, maar wel de blauwe kaart zal van toepassing zijn. En de andere parkeerplaatsen, de openbare parkeerplaatsen, blijven behouden. Dus we vinden echt dat er geen reden tot paniek is. Handelaars komen net uit de coronacrisis en krijgen nu ook te maken met hoge personeels- en energiekosten. Vooral de horecazaken op de markt maken zich zorgen. Wij kunnen alleen maar zeggen dat nu de moment niet is om een markt aan te pakken, om daar ingrepen te doen die van die aard zijn dat we de zaak tijdelijk misschien moeten sluiten of dat we in ieder geval geen cliënteel kunnen op een terras zetten tijdens die aanpak, tijdens die verbouwing. Wij vragen gewoon, pak eerst het centrum op ander vlak aan, zorg dat de ring er komt, zorg dat het project, de parking onder het nieuwe complex komt en dan pas kunnen we terug leven en zijn wij klaar voor de toekomst. We hebben heel goede handelaars die vertrekken en eigenlijk altijd met dezelfde reden dat er een probleem is met parking. Dus ook voor de toekomst is dat zeer, zeer nefast dat men daarover nadenkt. Ondernemers zijn de dragers, zijn het serum van een stad in dit geval. Daar geloven wij heel sterk in en dat is toch ook zo. De Economische Raad wil dat de heraanleg van de markt wordt uitgesteld. Maar daar wil het stadsbestuur niet van weten. De plannen voor de heraanleg gaan gewoon door.